Gemeenten moeten meer bezuinigen en dat raakt kleine organisaties. Zoals Benefiets dat fietsen uitleent aan mensen met een klein budget. Als je in armoede gaat bezuinigen, heb je straks veel meer geld nodig om het weer op te lossen. Deze kerk in Lobith blijft een kerk. En dat is bijzonder, want de nieuwe koper is een priesterbroederschap. En het fruitcorso in Tiel krijgt volgende week een wagen met aardappels, bonen en pompoenpitjes. Goedenavond. Minder geld naar onderhoud van sportvelden of het huisvel dat minder vaak opgehaald wordt. Gemeenten die maken zich grote zorgen welke taken zij nog goed kunnen uitvoeren. Want in 2026 daalt hun budget fors. De Rijksoverheid bezuinigt dan op het gemeentefonds. En in aanloop naar Prinsjesdag, dinsdag, luiden de gemeenten nu alvast de noodklok. Een groot deel van de taken die ook zeg maar, het kabinet vindt dat belangrijk is, die voeren wij uit. En als je die uitvoert, moet je er ook zeg maar, de middelen voor geven. En dan kan het niet zo zijn zeg maar, dat onze inwoners te dupe worden, dat het, zeg maar, het geld dan naar andere zaken besteed wordt. Ja, en organisaties die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies, ja, die zien de bui al hangen. In Winterswijk werd het budget voor de stichting Winterswijk Armoedevrij al geschrapt met alle gevolgen van dien. Hier bij Benefiets in Winterswijk kunnen mensen met een klein budget een fiets lenen. Ze kregen budget van een overkoepelende armoedestichting. Tot vorig jaar. Het nieuws kwam met een telefoontje van de wethouder. Nou, dat was van bij vooral op het dak, maar het was uiteindelijk natuurlijk een besluit in de raad. Er werd bezuinigd. Ze kijken naar het ravijnjaar wat komt. Terwijl je eigenlijk zegt, als je in armoede gaat bezuinigen, heb je straks veel meer geld nodig om het weer op te lossen. De stichting ondersteunde Benefiets. Voor hen zit er maar één ding op. Creatief zijn en creatief worden. We hebben een heel dik fondsenboek. En daar ga je dan gebruik van maken. De bankrekening van de stichting is bijna leeg. Initiatieven stranden. Kinderen die nu met het nieuwe schooljaar een schooltas nodig hebben, wat boeken, wat spullen. En daar zijn fondsen voor, maar dat duurt allemaal lang. Ze konden bij ons direct terecht. We konden direct helpen. Op Prinsjesdag wordt meer duidelijk over de begroting en bezuinigingen op gemeenten. De kerk in Lobith blijft een kerk, want dat is bijzonder te noemen. Bijna alle katholieke kerken in de omgeving worden verkocht. En daarmee vervalt de functie van godshuis. Maar niet in Lobith dus, want daar koopt de internationale priesterbroederschap Sint-Petrus het gebouw. Glunderend staan ze naast elkaar, want beide willen hetzelfde. Het is heel fijn dat van de 12 kerken in ieder geval deze kerk al zeker behouden blijft. En misschien komt er nog één bij die ook behouden kan blijven. Priesterbroederschap Sint-Petrus wil zich zo snel mogelijk vestigen in Lobith. Dat is de bedoeling dat wij 25 hier langzaam gaan beginnen met onze aanwezigheid. Dan eerst zaterdag, zondag, maar vanuit 26, 27 dat twee priesters hier komen te wonen. En pater Knoetsen gelooft in groei van zijn kerk. Ik denk wel dat wij hier in de loop van een jaar of vijf een paar honderd mensen naar de kerk zou kunnen brengen. Het klinkt bijna als een godswonder. Dat is misschien nog een wonder voor God. Nou ja. Als we in God geloven, dan mogen we ook geloven dat hij wel links en rechts wat ingrijpt. Straks met elkaar geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Je staat samen sterk voor deze ziekte, dus ja, je bent niet alleen. Maar nu eerst. Een 23-jarige man uit Harderwijk is gisteravond verongelukt bij een verkeersongeluk in Utrecht. Net over de grens in Achterveld ging hij met zijn motor onderuit. De Harderwijker is nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Bij het ongeluk was ook een auto betrokken. Wat er precies is gebeurd, onderzoekt de politie nog. De politie onderzoekt ook een schietincident in een woonwijk in Lichtenvoorde. In de omgeving van de Karel Looyerstraat zijn zaterdagavond één of meerdere schoten gelost. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Na het incident werden meerdere mensen gefouilleerd. Er is niemand aangehouden en er zijn geen slachtoffers bekend. Volgend weekend, ja, dan is het weer zover, het jaarlijkse fruitcorso in Tiel. De voorbereidingen op de 20 praalwagens, ja, die zijn al geruime tijd bezig. En daarbij wordt niet alleen gewerkt met fruit, maar ook met aardappels, bonen en pompoenpitjes. Corso-club Passenwaai die deed 10 jaar lang mee met alleen een jeugdwagen, maar bouwt dit jaar voor het eerst ook een grote corso-wagen. Ja, dat brengt wel de nodige uitdaging met zich mee.
Je moet wel een kwaliteitsslag slaan. Bij jeugdwagen kan je nog hele mooie vlakken gaan plakken. En bij een grote wagen zou je meer gedetailleerd moeten gaan werken. En laat dat maar aan Maxime en de bouwers over. De eyecatcher van de wagen zijn de slagtanden, waar wel een paar duizend boontjes op zitten. Er zitten 6 verschillende soorten bonen in, waaronder de Triumph de Van Siep. En die laten we overlopen in een mooie donkerbruine boom. En vanuit daar gaan we naar een wat oranje pompoenpit, om de kleur tussen het wit en het bruin over te laten lopen. Dan hebben we een hele rits aan witte bonen. En vervolgens hebben we ook een witte boon in de oven gegooid, die dan heel geel wordt. Waardoor je weer een extra effect in het slagtand krijgt. En zo krijg je een mooie slagtand. En ook al heet het evenement het fruitcorso, er wordt ook veel met andere materialen gewerkt. En we hebben bijvoorbeeld een boomschors, een walnoot. We gaan ook korenstelen gebruiken om het steppengras na te bootsen. Dus we gaan ook heel veel ander materiaal ook. En dan na al die uren werk gaat de wagen volgend weekend eindelijk het parcours op. Maxime kan niet wachten. We beginnen natuurlijk vanuit de tekening vervolgens naar maquette. En dan te zien dat hij straks in het groot op het parcours rijdt. Ja, dat is wel heel vet. Het doel was zo'n 40.000 euro. Maar is er eindelijk vandaag ruim 61.000 euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Deelnemers die wandelden dit hele weekend 24 uur lang in estafettevorm samen tegen deze ziekte. En allemaal hebben ze hun eigen verhaal. Zo ook Anja uit Duiven. Ja, je denkt altijd van, oh, dat gebeurt mij niet. En je vindt het altijd erg voor een ander, maar dan gebeurt het jezelf. En dan denk je, oh, dan leef je echt in een soort film. Het is niet waar. En nog steeds hoor, nog steeds denk ik dat nog steeds. Na 3 jaar, van, nou, ja, het gaat niet over mij. Maar ja, dat is dus wel, ja. Nou, ik vind het wel een hele goede actie. Je staat samen sterk voor deze ziekte, dus ja, je bent niet alleen. Het is 24 uur aan 1 gesloten en het is ook juist gekozen voor 24 uur. Want op het moment dat u ook de diagnose krijgt, kanker, dan heb je daar 24 uur per dag mee te maken. En vandaar dat we ook met z'n allen 24 uur in beweging zijn tegen kanker. Ik denk dat iedereen er op een gegeven moment wel een keer mee te maken krijgt. Dus dan ben jij ook blij dat er iets voor je gedaan wordt. Ik weet niet hoe het kan, maar ik ben Miss Positivity herself. Ja, ze kunnen eigenlijk nooit echt zeggen van dat je schoon bent. Je staat onder controle nog steeds. Operatie nog steeds. Maar ik voel me goed. Ja, ik voel me echt buitengewoon verwonderlijk goed na alles wat ik meegemaakt heb. Vandaag start het nieuwe eredivisieseizoen bij de mannenvolleyballers van Orion Stars met de strijd om de Supercup. De ploeg uit Doetinchem veroverde vorig jaar zeer verrassend het landskampioenschap en de nationale beker. Dus zijn de verwachtingen hoog. Eerst is binnen, zoals waar ik wel gehoopt hadden. Dus dit is wel lekker. Ja, we kunnen zeker nog op veel fronten beter spelen. Alleen we zijn ook pas kort bij elkaar. En ja, we spelen niet op ons beste niveau, toch winnen we. Ik denk dat dat belangrijk is. Hè? Zijn jullie nog een beetje onwennig in die nieuwe samenstelling? Een beetje. Maar vooral op eigen vlak. Dus heel veel eigen servicefouten. Iedereen maakt net één foutje en dat moeten we eruit gaan krijgen. Slecht spelen en toch winnen is... Het is wel een lekker gevoel. Nou, dat belooft veel goeds. In deze weken waarin de slag om Arnhem herdacht wordt, is het de topdrukte voor Paul Hendricks. Hij heeft in Wolfhezen een museum met veel aandacht voor de zweefvliegtuigen die ingezet zijn bij de luchtlandingen. De locatie is de camping naast een van de velden waar 80 jaar geleden de vliegtuigen landden. Als jongetje struinde Paul Hendricks een halve eeuw geleden de hele omgeving af op zoek naar spullen die met de slag om Arnhem te maken hebben. Het is de basis geworden voor zijn museum, gevestigd in een schuur op een camping. Paul heeft bijzondere stukken zoals delen van zweefvliegtuigen, ook wel gliders genoemd, die na de oorlog heel anders gebruikt zijn. Nou ja, dit frame, dat is in Overasselt is dat geland.
in september 1944, en dat is de bewoners na de oorlog gebruikt, was hooi- en stroopslag. Er werd een mooi dakje opgemaakt en dat heeft heel lang midden in het dorp gestaan in Overasselt. Paul heeft verhalen gehoord van zijn vader, die tijdens de luchtlandingen in Wolfhezen woonde. Hij weet ook dat vele duizenden geallieerde militairen toen gewond zijn geraakt of zelfs gedood. Die kennis wil hij delen met alle bezoekers. Deze maquette laat heel duidelijk zien hoe het landingsterrein zeg maar, eruit gezien heeft in die dagen. En dit zijn dan, wat je hier ziet, zeg maar 3-4 gliders, maar dan moet je maal 200 doen. Omdat Paul de geschiedenis met zoveel mogelijk mensen wil delen, is de toegang tot zijn glidermuseum gratis. Ja, meer over de uitzendingen rondom Market Garden komende week vindt u op de website gld.nl. En dan krijgt u van mij nog het weer. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen geleidelijk toe. Vannacht is er overal bewolkt en valt er ook wat lichte regen. En bij weinig wind koelt het uiteindelijk af naar zo'n 10 tot 12 graden. Morgen vroeg begint het met bewolking. Mogelijk een buitje, maar al vrij snel wordt het overal droog. En in de middag breekt vanuit het noorden de zon steeds vaker door. Het wordt zo'n 19 à 20 graden. Dinsdag is het droog, er zijn wel wolkenvelden, maar zo nu en dan breekt de zon weer door en het wordt dan zo'n 21 graden. En vanaf woensdag, ja, dan is het op en top na zomerweer. Veelal zon over grote dagdelen bij maxima van 23 of 24 graden. Dit was het Gelders nieuws. Later op de avond vindt u op de website een interview met de Achterhoekse zanger Hans Keuper van Boy Foy Toch. Hij is 80 geworden en heeft dat zeer goed gevierd. Morgen dan zijn wij er weer. Ik zou zeggen voor nu een fijne avond en heel graag tot dan.